zingen geeft mij voedsel voor de geest. Het is een soort levenskracht. Ik ben een zeer dankbaar mens dat ik met zoiets moois als zingen met zoveel mooie dirigenten, prachtige dirigenten, mooie orkesten heb mogen samenspelen op de mooiste plekken in de wereld en daar dan ook nog je geld mee kunnen verdienen. Ik ben een in dat opzicht gewoon een rijk mens. Ja. Een carrière ontstaat toch heel duidelijk doordat je bepaalde keuzes maakt in je leven. Je grijpt bepaalde kansen. Dat is het vooral. Ik heb, als ik nu terugkijk in mijn carrière, op bepaalde cruciale momenten kansen echt gecreëerd en gegrepen. Want zingen, ook al heb je nog zo'n mooie stem, dat is niet het enige. Je hebt meer nodig om echt in plekken door te dringen waar het toe doet. Zodat je met die dirigenten en met die orkesten en op die mooie plekken in de wereld kunt zingen. Wat je al extra hebt boven een instrumentalist is de tekst. En die moet je dus ontzettend leren uitbuiten. Waar ik mensen altijd op wijs is dat ze een tekst sprekend zingen of zingend spreken. Zoals je het ook zou vertellen aan elkaar als je bij elkaar om de tafel zit. Want dan heb je een bepaalde timing van woordgebruik, van woorden, die je ook moet hebben als je zingt. Want dan wordt het echt verstaanbaar. Echt verstaanbaar. En wat ook heel belangrijk is, is dat je je instinct volgt. Vaak worden mensen nog geremd en denken ze, eigenlijk zou ik dit nu moeten doen. Maar nee, toch maar niet. Maar als je voelt dat in je hart dat je ergens voor wilt gaan, doe het gewoon. Volg je instinct. Het is bijna altijd raak. Om een voorbeeld te geven van hoe ik een kans gecreëerd heb en ook mijn instinct daarin gevolgd heb, heel sterk, dat was bij Philippe Herrewegen in Passau. Tweede sopraan, hohe messen, tweede sopraan was ziek. En de alt daar, Andrea Scholl, wilde niet de solo zingen van de tweede sopraan, Laudamus Te, want die is hem te hoog. Op dat moment heb ik gewoon gedacht, maar nu laat ik dus hier en daar vallen dat ik die aria kan zingen en dat ik het prima zou willen doen de volgende dag. Dat is gelukt. Ik mocht Laudamus Te daar zingen en iedereen was tevreden. Maar wat daar dan nog het staartje van was, het hele prettige staartje, is dat 2 weken later de eerste sopraan ziek werd. Die hohe messen. En ze waren bezig met een opname. En Philippe kreeg ik aan de telefoon of ik de eerste sopraan aria's, en dat zijn allemaal duetten, of ik die wilde komen zingen. Had ik nog nooit gedaan in mijn leven. Maar ik had inmiddels wel veel hohe messes gezongen, dus ik had die duetten al wel vaak genoeg gehoord. Dus mijn instinct volgend zei ik toen volmondig ja. En ik werd naar Zuid-Frankrijk gereden, want die opnames waren in Saint. Ik heb op de achterbank de hele tijd hohe messen, de eerste sopraan duetten gestudeerd. We kwamen eraan om 8 uur 's avonds, om 10 uur begonnen met opname, 's avonds. En het lukte gewoon allemaal. Dus ik weet, dat is heel belangrijk. Als je dus voelt dat iets kan op dat moment, ik was er klaar voor, ga er dan voor.